Ik sta weer klaar voor jullie om een nieuw deel te maken van Dream Team Bros. Zo, dus gaan we weer verder met wat de fuck hier aan de hand is met onze trombol. Wat is hier gebeurd? Nou, daar gaan we dus vandaag achterkomen. Goed, eerst even zoeken. Wat gaan we doen? Nou, we gaan dus dit doen. Dat wisten we al of niet. Maar daar staat onze Slimerspel weer. En het 7-dok. Dus volgens mij weten we al wat er gaat komen. Een gevecht zal het wel zijn. Daar hebben we hem. Ja. Ja. Jeetje mineetje. Denk je iets in? Er zit daar een sluimer in. Ja. Zo super spannend dat ik zelfs tegen mezelf aan het praten ben. Ja. Daar word ik heel erg vrolijk van. Wat? Ja. Oh. Jee. Waar? Jeetje, meneetje. Ik schrok me door een hoedje. Wow, wat? Ja, Slimer, wat is daarmee? Ja? In Nederland doen jullie snorremannen die nachtmerriebol komen bekijken, hè? Ja, dus. Ik kom hier zelfs elke dag. Is dit jullie eerste keer, heren? Heel goed. Als fan van alles wat met sluimers te maken heeft, zal ik deze taak op mij nemen. Het is nu mijn taak, heren, jullie te vertellen over deze nachtmerriebol. Ja, sta me dus toe een korte uitleg te geven. Dit is een nachtmerriebol, zoals ik daar zo net al zei. In dat ding ligt een sluimer te slapen. Oké. En niet doorvertellen, maar de sluimer in deze nachtmerriebol. Wel nu, volgens de geruchten, is dit een hele bijzondere sluimer. In andere woorden, ontzettend onbeschrijfelijk, ongelooflijk zeldzaam. Tenminste, dat is wat wij toegewijde kenners denken. Zijn er al vragen? Hoe komt iemand bij die nachtmerriebol, vraag je? Ja, dat is een dappere vraag voor iemand die geen verstand van zaken heeft. Nou, als je tegen die blokken slaat, zou je bij die nachtmerriebol moeten kunnen komen. Ja, dat zijn dus die blokken. Maar wat zal er dan gebeuren? Maar er verlos ook een vreselijke reusachtige bewaker. Oh jee. Wie weet wat er al gaat komen? Zeg maar op, reusachtige bewaker. Nou, er kan maar één ding kloppen en dat is een reuzengevecht. Volgens de overlevering hebben reeds velen geprobeerd de bol aan te raken. Maar de toorn van de bewaker was hevig en vreselijk. Nu is er niemand nog dapper genoeg om het nog te proberen. Nou, tenminste wij. Eerlijk gezegd is er ver van mij kaliber al blij dat hij ernaar kon kijken. Hoe dan ook. Ik trek me terug om na te denken over mijn artikel voor de volgende sluimerkrant. Ik zeg vaarwel. Nou, oké. Dus ja, nu horen jullie inderdaad geen droommuziek van Slaapstad in één keer. Gek is dat, of niet? Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Wat gebeurt er nu als je nu tegen deze blokken aanslaat? Gaan we nu ontdekken. Waarom wordt Luigi nou zo nat? En krijgt hij een emmer op zijn hoofd? Oké. Waarschuwing. Geen toegang. Ga weg nu of anders. Oké. Nou, nu tegen dat andere blok. Eens kijken of we erop kunnen komen. Moet eigenlijk niet zo heel veel. Nou, Mario kan dat in ieder geval wel. Kijken, ik ga glitchen.
Oh, oké, er gebeurt niks. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? In vredesnaam. Jeetje, meneetje. Heren, verdoemenis. Verdoemenis. De bewaker nadert. De bewaker waar ik jullie over heb verteld. Hij nadert en zijn toren is groot. Indringers, verjaag, verjaag. Slechte snoren, toren aan. Wel nu, heren, ik ga. Veel succes met alles. Wat? Aha, dat is het. Een toren. Het is gewoon een bewaker. Laten we zeggen. Zo groot is die toch helemaal niet. Dus waarom zou het een reuzengevecht moeten zijn? Psycho-geomatiseerd. Transmodus 1 opstarten. Tja, wat gaat hij doen? Nou, er komen allemaal blokken die kant op. Kijk ze gaan. Zelfs de Nintendo lijkt ervan. Wajo! Nou, het moet een heel groot ding zijn. Kijk hem dan! Kijk dan wat een apparaat! Wajo! Wakkereus is gereed. Uitroeien geactiveerd. En daar gaat Luigi weer met zijn pet omlaag. Starlo zit te kijken van what the fuck is going on hier. En kijk eens even naar het onderste scherm. Luigi, gaat het met jou? Gaat het met je? Oké. Moet ik die glimmende plexels weer aanraken? Nou goed, eens even kijken wat nu gaat gebeuren. Ja, ik zie ze lopen dan, alsof ze heel erg bang zijn. Maar daar kunnen we iets aan doen. Let maar eens even op. Niet goed geraakt. Beter. En daar komen alle Luigi-illusies weer om Luigi groter te maken. En ons derde reuzige weg gaat van start. Eens even kijken, hoe doen we dit? Zo. Nou, in ieder geval kunnen we beginnen. Eens zien. Zo, daar komt onze grote vriend de wakkere reus. Ja, zo heet onze vijand. Wakkereus, zoals jullie zo net al zagen. Het is aardig makkelijk, deze reuzengevecht. Nou, tenminste, eerst wist ik niet wat ik moest doen. Dus, ja, ik hoop dat het nu wat makkelijker gaat. Goed, ja, mijn vingers staan er een beetje voor. Ik heb geen andere manier om hem vast te houden, misschien zo. Ja, kijk, zo gaat hij veel beter. Ik heb een idee. Drijf in de zee en val hem dan aan. Maar, wat gebeurt er achter ons? Ook een zee. Droom, Luigi. Concentreer je. Laat je niet gek maken. Wees één met het verslaan van dit enorme monster, stad, gevaten. Nou, en Starlo is er vandoor gegaan. Laat ik hem toch maar zo vasthouden. Goed. Wat wordt onze eerste aanval? Oké, laat het even op de... Oké, nou, dat was niet zo heel erg slim. Misschien moeten we het toch zo doen, want... Oké, perfect, hè? Nee. Nee. Hè? Eindelijk. Hij doet het. Oké, nou komt dus één van het moeilijkste stukje. Blijven. Glorieus. Wacht tot hij boven komt en slaat hem als een dolle op zijn hoofd. Ik ga mijn best doen. Nou, het gaat toch beter dan ik dacht. Eens kijken naar zijn HP. Moet je kijken hoeveel HP die heeft verloren. Yo. Kijk dan. Gewoon 20% van zijn HP is knetter verdwenen. Laat het zo zeggen. Oké. Het is wel een best moeilijk
om mijn Nintendo verticaal te houden met een. Met een camera ervoor. Dus ik hou hem zo. Staat een beetje schuin, zeg maar. Was er maar een manier om het te vernietigen. Ik heb dat vorige niet opgelezen, want ik wist niet meer wat er stond. Goed. Dus er moet maar één aanval zijn. En dat is de borsttampsprong. Oh, oké. Okay. Nou, zo komt het dus ook. Wow, wat? Oké, okay, kijk. Dit is beter beeld. Nou, oké. Okay. Oké, okay, boeit me eigenlijk niet meer goed. Hij gaat nog een aanval doen. Wat gaan we ermee doen? Nou, dat zie je hier. Wegslaan, my boy. Oké, dan. Oh, nou gaat hij zelf. Hij denkt dat hij stoer is. Nou jongens, in ieder geval, ik kan jullie wel zeggen, ik heb al hoe lang geen reuzengevecht meer gedaan. Ik denk toch echt wel een maandje of twee. Oké, okay, laat ons trucje weer doen. Zo, hot so lots. Kun je beter zeggen, grip. Oh, hij leeft nog. Komt hij al, hij gaat weer een aanval doen. Hij denkt natuurlijk mij te pakken, maar laat eens even kijken. My boy. Oké, nu dit. Dit is Gyros Sensordark. En hij is weer in het water gevallen. Het is onze beurt om een aantal. Oh, oké. In ieder geval best veel HP heeft hij verloren. Kijk hem nog aan. Hij is afgebroken. My boy. En dan zegt hij. Hier is Wakkerreus. Oh nee. Ik had het op zo'n manier moeten zeggen. Hier is Wakkerreus. Wat een panzer. Op die manier is er geen beweging in hem te krijgen. En om hem stuk voor stuk te slopen zal veel te lang duren. Met een hele krachtige aanval kun je het misschien wel in één keer vernietigen. Nou, laten we dat maar eens even gaan doen. Nou, dat kan maar één manier zijn. En dat is dus weer de duo-aanval met Mario. Oké, hopelijk gaat hij deze kant op. Goed, oké, het gaat lekker. Geweldig. Nou, oké. Nog een keer geweldig. Ik vind het best. Oké, wat ging die nu voor aanval doen? Aha, dat gaat hij doen. Oh, dit is wel leuk. Dit is wel leuk. Kom op. We kunnen het. Oké. Deze moeten we. Deze kant. Rip. Oké, welke. Oh ja, die groene waren omlaag. Daar moet je voor springen. Oh. Oh. Hé. Doe ik er eigenlijk in. Wow, wat? Daar glitch ik heel erg. Oké, even kijken. Oh, hierna gaat die hameraanval doen. Die is heel moeilijk met de camera. Hé. Perfect. Lekker. Nou gaat die hameraanval doen. Zie je? Ik kan gedachten lezen. Oké, welke kant moet hij op? Omhoog of omlaag? Fuck. Wat? Hé. Nice. Oh jee. Oh lekker. Gaat goed. Nou komt hij hoor. Holy shit, die had ik gewoon goed. Ik dacht even dat ik een fout had. Dat ik hem misraakte. Nou komt hij hoor. Nou komt hij. Tenminste, zo had ik het gedacht. Maar hij moet eerst nog even, zeg maar, zijn HP is bijna leeg. Zegt hij, schade is stom. Stomme snorren, moet verslaan. Nee hoor, we verslaan hem wel. Let maar op.
Maar boy, perfect. Nou komt hij. In het water. En zo hebben we weer... Zo, sorry. Moest even een boer laten. Lekker. Geweldig. Nou, dit wordt perfect. Want let nu maar eens even op. Maar boy. Oh, zijn HP is bijna weg. Volgens mij gaat hij nu weer met een panzerwerk doen. Maar dat trucje kennen we inmiddels al wel. Dus... En daarna gaat hij waarschijnlijk een trucje doen waardoor hij weer... Ja, volgens mij weet ik precies welke aanvallen die gaat doen. Tenminste, deze wist ik. Mooi. Mooi om te weten. Echt gewoon... Wauw. Nou, we hebben hem bijna verslagen. Het zou heel raar zijn als hij ons in één keer verslaat. Nou, die hebben we goed. Oh, nog een goed. Ja, ik weet precies welke hij nu gaat doen. Oh, die bal weer. Oh, ik ga weer in het water. Hij gaat weer naar het water. Komt hier. Maar boy. Hij gaat nu schoppen. Ik bedoel slaan. Wow, wow, wat? 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 Maar boy. En toen was hij dood. Ja, geef maar toe. Geef het maar toe, my boy. Oké, goed. Nou, daar heb ik niet zo heel veel aan, want die is toch al dood. Tenminste, dan moet hij die sterraanval nog doen. Die finishing bros, bros. Ik weet niet meer hoe die heet. Oh ja, genadeklap. Aha. En hij valt te pletter. En toen gebeurde dit. Maar boy. Mario is weer springlevend. En hij kan weer een aanval doen met Luigi. Het moment is hier. De vijand is verzwakt en klaar voor een nederlaag. Gebruik die ene aanval van je om die klus te klaren. Je weet wel, die aanval. Ja, die weet ik nog wel. Dus goed, gaan we. Omhoog met die handel. En weer gyrosensorwerk met verticale Nintendo. Gaat dit goed? Vast wel. Wat? En ik heb hem imperfect. Lekker. Maar boy, en hij is dood. Rip in peace, wakkerreus. Ik bedoel, rest in peace, wakkerreus. En wat hebben we allemaal gekregen? Zien jullie hier. Oplaadhandschoenen plus. Ultrasnoep, ultrapinda en ene paddenstoel plus. 1000 muntjes. Jammer dat dit geen EP-werk is. Goed, dat was het voor de wakkerreus. Verticale Nintendo houding van een reuzengevecht. En wij gaan weer naar de normale stand. Goed. Gaan we weer. Nou, daar heb je hem. Nu, breek de bol om Batsmith te redden. Daar heb je hem hoor. Batsmith. Batsmith is vrij. Dank jullie wel. Je hebt Batsmith gered. Oké, toppie. Goed. Weer op weg naar de wakkere wereld. Daar heb je hem. Batsmith. Antasma, ja, laat jezelf zien, je derde rang schurk. Mijn Betel en Hamer zullen jou een lesje in rechtsvaardigheid leren. Wacht, hè? Waar ben ik? Wat heb ik al die tijd gedaan?
Pat Smith. Smith. Oh, kijk nou. De zachte opperslaper. Zelfs zelf. Prins Dreambert. Om ze nabij zo'n koninkrijk iemand te bevinden. Ik wil nu alleen nog maar één ding. Op je slapen. Dreambert, wil jij op jou slapen? Ah, zo is hij altijd al geweest. Hij heeft een beetje vreemde ideeën. Maar hij is de allerbeste beddensmid. Daarom noemen ze hem Bedsmid. Oh, oké, als jij het zegt. Luister, Bedsmid. Tijdens de reis, tijdens de strijd, zijn we allemaal versteend door de nachtmerriebollen. Mijn vrienden helpen me om de overige sluimers ook te redden. En daar heb je hem. Ah, is dat zo? Ik wist niet dat wij sluimers zulk een lijden hebben doorstaan. Bedsmid is geschokt. En dat is nog niet alles. Antasma is ook weer teruggekeerd naar dit eiland. En werkt samen met Bowser en ze willen de wereld veroveren. We hebben je hulp nodig om ze te verslaan. Ah, het is vastberaden gezegd van een prins in nood. Daar wil je toch een tukje op doen. Maar ik ben slechts een eenvoudige beddensmid. Ik creëer kunst, geen oorlogstuig. Dat is het juist. Ik begrijp het. Jullie willen Antasma verslaan met de pure kracht van schoonheid. Wat? Bedsmid, ben je dit nog serieus? Ik dacht dat je zo slim was. Ja, Mario en Luigi zitten ook al wel zo te kijken van wat de fuck, waar heeft hij het over? Wat? Nee. Wat zeg je nou? Je bent een beddensmid. Ja, zie je? Dreambert heeft helemaal gelijk. Je bent een bedsmid. We willen een droombed. We willen dat je een droombed voor ons bouwt. Het droombed? Dat kan ik niet. Dan moeten we... We hebben de 5 snurkdelen al verzameld. Toch, jongens? Juist. Dat maakt het een stuk eenvoudiger. Laten we meteen een droombed gaan bouwen. Wacht, waar ga je heen? Naar het slaapwandelwoud. Daar heb ik mijn smidsen. Ik zal er wachten. Dus jullie mogen ook de snurkdelen brengen. Het was lang geleden. Bedsmid heeft er zin in. Nou, oké. Laten wij ook maar gaan. Oké. Nou, daar hebben we onze sluimerspel nog. Ik heb geen idee wat hier aan de hand is. Maar om dit te mogen meemaken als sluimerfilm was... briljant. Puf, puf. Bedsmid zei dat hij in de slaapwandelwoud zou wachten. Laten we zo snel mogelijk naartoe gaan. We moeten naar het slaapwandelwoud. Dat is een mysterieus oud bos. We vinden het ten oosten van het droompark. Kom op, dan. Bedsmid wacht op ons. Hij moet een droombed voor ons bouwen. Goed. Hebben we het derde reuzengevecht ook al klaar? Gaan we op weg naar het droombed? Waar zal die toch zijn? Bedsmid. Je laat een binnendoorweg gaan nemen door een van deze pijpen te nemen. Zo komen we er sneller, dus dat is mooi. Goed, Douwpark ingang. Ja, dat is de snelste weg. Goed. Op weg naar het slaapwandelwoud. We zijn er bijna. Oké, we moeten dus deze brug zien te openen, maar daar heb ik wel iets voor. Dit trucje, wat die twee in de doezelduinen ons hebben verteld. Hoe moest dat? Nou zo dus. Lol Mario. Lol, daar heb je hem weer in de normale stand. Oké dan.
Dus in het slaapwandelwoud, daar zit dus onze snurkvogel. Goed. Het droomwandelwoud, ik bedoel slaapwandelwoud. Daar is hij dan. Oehoe, daar heb je hem weer, Bert Smit. Ik heb lang op jullie gewacht. De tijd om te oefenen is voorbij. De ideale plek om een droombed te bouwen is even verderop. Wacht hier. Ik moet me concentreren. Mijn binnenste verkennen. Ik plaats dit hier. En doe dan wat. Daar heb je hem. Een trappetje. Oh, wat nu? De schakelaar is te hoog. Bert Smit kan er niet bij. Weten jullie misschien een manier om die schakelaar te activeren? Ja, sorry. Ik lees soms iets dingen niet voor. Dan ben ik af en toe te snel. Of dan zeg ik wat. En dan vergeet ik af en toe iets te zeggen. Oké dan. Zo dus. Ons nieuwe trucje van de Big Massives. Van de Massive Broeders, bedoel ik. Wauw, ongelooflijk. Bert Smit is blij. Kom, deze kant op. Volg me. Nieuwe tegenstanders. Oké. Dit moet dan waarschijnlijk een bihoos zijn. Wacht even, dit is een bihoos. En dan gaat de tweede aanval. Oké. Lol, mispoes. Oké, het is tijd om ze uit te schakelen met dit ding hier. Ons nieuwe trucje. Lol. Fuck, ik heb er al twee gemist. Wow, wat? Ze leven nog steeds. Oké, volgens mij hebben deze jongens ergens in de 180 HP of zoiets. Misschien ietsje meer, maar goed, dat maakt niet uit. Concentratie. Op groen 3D-schild. 22. Oh, kijk. Volgens mij rond 150. Nee, nog een keer. Ja, daar heb je hem. Verslagen. Ik krijg niet zo heel erg veel EP voor deze jongens. 672. In dit gebied ga je al rond de 1000 EP voor een normale tegenstander. En Luigi is level 30 geworden. Gaan we dit omhoog doen. Goed dan. Nou nog op weg naar die andere. Oh, die helft ons. Oké. Wat gaan we nemen? Oké. Let's go. Lekker dan. Fuck. Nou, daar heb ik niet heel erg veel aan, maar goed. Door de hamer. Kijken of dit werkt. Ja. En hij is dood. Maar boy. Nou, dat waren onze nieuwe tegenstanders. We zullen er nog veel meer op moeten in dit gebied. Oké. Goed dan. Even snel opslaan. En dan zijn we gefinished voor dit deel. Gefinished. Ik praat nu echt in Mario Kart 7-tal. Maar goed. Is goed. Nou, we zijn klaar voor dit deel. Dus het was leuk om jullie weer bij te hebben. Dus vergeet niet te liken en te abonneren. Vergeet niet te liken op deze video. En te abonneren op mijn kanaal. Ik wou nog even bij zeggen. De stream vanavond gaat niet door. Ik ga vanavond lekker spotten. Dus ja, ik hoop jullie morgen weer te zien bij mijn volgende stream. En dan zien jullie allemaal wel wat er gaat gebeuren. Jongens, ik zeg tot de volgende keer. Heb nog een fijne middag. Laters.